Stadspartij DNF heeft vrijdag haar verkiezingsprogramma gepresenteerd voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Daarin valt bijvoorbeeld te lezen dat de partij voor de komst van een Gades van Nimwegenstraat is. Gades van Nimwegen, ja, dat is een hele belangrijke man in Nijmegen geweest, uit het carnaval, Buurtredner. En Gades van Nimwegen heeft er wel een mooi standbeeld, we staan er eigenlijk hier in de buurt. Maar als stadspartij vinden wij echt dat deze man een straatnaam verdient. We zijn natuurlijk als stadspartij heel erg trots op het feit dat we de oudste stad van Nederland zijn. En wij vinden dat we dat als stad veel beter uit mogen dragen en moeten dragen. Je kunt niet overal alles uit de grond trekken, maar je kan wel visualiseren. Hè? Dat is een moeilijk woord om te laten zien van wat zit hier nu in die grond. Die donjon, dat is een aanvullend verhaal. Het is onlangs ook in de pers geweest. De donjon die komt er omdat er een referendum is geweest. Dat is democratie. Hè? De meerderheid van de Nijmegenaar heeft gekozen voor die donjon. Een van de belangrijkste speerpunten is wel de aanpak van eenzaamheid. Er hangen een heleboel andere punten aan. Bijvoorbeeld de afschaffing van de hondenbelasting. En dan denk je misschien, ja, wat heeft dat nou te maken met eenzaamheid? Die hondenbelasting is eigenlijk een melkkoe. Want de belasting die binnenkomt, die is zo hoog. Die is tonnen hoger als dat het werkelijke opruimen en het maken van vuiltjes kost. Dus dat vinden we niet eerlijk. We vinden dat daarmee eigenlijk de liefde voor een dier een beetje gestraft wordt. En we denken ook dat als je die hondenbelasting afschaft, dat je ook bijdraagt aan de bestrijding van eenzaamheid. Nu de verkiezingen naderen en alle andere partijen hun programma's al hebben gepresenteerd, bleef alleen nog DNF over. Nou ja, goed, je kunt het laat noemen. Iemand moet de laatste zijn. Wij zijn dit keer de laatste. We hebben daarmee wel een heel zorgvuldig programma neergelegd waar we bijzonder trots op zijn.